Abdallah, welkom. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben 22 jaar. Ik zal ook starten als werkstudent in de sociale sector. En voor de rest heb ik als hobby in een jeugdnetwerk, als leidinggevende in de scouts. Maar daarnaast ook entertainer op campings. Maar dat is vooral in de grote vakanties dat ik dat doe. Waar ik mij ook volledig kan uitleven met jongeren. Zowel ouderen ook. Ja. Voor de rest kan ik me nog voorstellen dat ik alleenstaande student ben. Maar daarnaast heb ik wel nog 3 broers en 2 zussen. Oké, super. En waarom heb jij eigenlijk ingeschreven voor de verkiezing? Ik zou heel graag een steun zijn voor de multiculturele jongeren die zichzelf thuis niet kunnen vinden of heel moeilijk hebben om zichzelf te kunnen zijn thuis. Ja. Heb je daar zelf al ervaringen mee gehad, door wat je nu net zegt? Ja, en dat was voor mij een heel moeilijke periode. Dat was eigenlijk ook tijdens mijn examens dat dat is gebeurd. Dus ja. Was ik eigenlijk gecrashed, ik zal het maar zo zeggen. Ja. Maar ik ben er dan wel heel positief door uitgekomen door alle vrienden en alle steun die ik dan nadien wel kreeg. Dat is toch wel zwaar op jou gevallen dan. Ik heb nog een laatste leuk vraagje om het nog positief af te sluiten. Wat vind jij opwindend? Wat ik heel opwindend vind is eigenlijk de rust. Nee. Dat is maar om te lachen. Nee, wat mij vooral eigenlijk opwindt, als ik eerlijk mag zijn, de mannen vooral, maar dan goed verzorgde mannen. Maar niet te verzorgd, dat het niet te vrouwelijk overkomt. En een baardje is wel een pluspunt. Dus een baardje vind jij het meest aantrekkelijke aan een man dan? Ja, als het een verzorgd baardje is. Oké, super, dankjewel.